Ik ben Ron Blauw. We zijn hier in de Gastrobar in Amsterdam, mijn restaurant. Ik ben eigenlijk vanaf mijn 16e kok. Op mijn 30e voor mezelf begonnen. En na 13 jaar op topniveau gekookt hebben, 2 sterren, besloot ik om het roer om te gooien en om een meer laagdrempelige zaak te beginnen hier in Amsterdam. Het Westfries Gasthuis is eigenlijk ontstaan dat ik zelf in het ziekenhuis lag. Niet in Horen, maar in een ander ziekenhuis en waar het eten zo slecht was. En dat toch iets is waar je de hele dag naar uitkijkt wat er in het half uurtje gebeurt tijdens de maaltijd. Het is een onderbreking van de hele dag. Je kijkt ernaar uit. Ja, uiteindelijk vind ik ook dat dat dan gewoon een feestje moet zijn en dat je daarvan moet genieten. Ik denk dat je in een ziekenhuis ligt om beter te worden. En wat ik toen kreeg in dat ziekenhuis waar ik lag, dat waren ook heel veel dingen met E-nummers en gewoon dingen die kant-en-klaar gewoon uit een pakje kwamen. Of wit brood of witte pasta, dat soort dingen. Ja, daar word je niet beter of daar word je niet gezonder van. Dus daar ligt vooral denk ik een hele grote slag die we kunnen maken. En dat lukt met allerlei producten uit de regio. Ik kom natuurlijk uit Horen en vroeger als ik al door de polder reed, vanaf eigenlijk Horen naar Schellinghout, Venhuizen, noem het maar op. Ja, er is zoveel. Er is zoveel landbouw, er is zoveel tuinbouw, er zijn zoveel verschillende producten te krijgen. We hebben volgens mij het meeste in Nederland, in Noord-Holland, wat er te verkrijgen is in landbouw. Ja, dat is uniek en daar moeten we gewoon gebruik van maken. Ik denk dat het ook uniek is dat we gewoon met verse producten en dat we ook weer gewoon verse wortels gebruiken, verse bloemkool, verse vis, verse aardappels, noem maar op. A, word je er beter van. En is het ook heel leuk als je leest dat bijvoorbeeld die bloemkool of die witlof uit je dorp komt. Ja, dat maakt het toch een klein beetje aangenamer. Ja, ik vind, en ook de intentie van het ziekenhuis is om hier verder mee te gaan, om hier door op te borduren. De eerste stap is nu gemaakt. We hebben mooie producten. We hebben een geweldig keukenteam die het ook wil en die het begrijpt en die erachter staan. Nu is het volhouden en gewoon het nog beter en nog mooier maken. En die intentie is bij ons allebei, bij het ziekenhuis en bij mij. En ik heb daar heel veel vertrouwen in.